We hebben veel mensen aan tafel. Aan tafel bijvoorbeeld de directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam, Taco Dibbets. Ook aan tafel een selectie van het Lagerhuis, dat rond de verkiezingen in ons programma fel met elkaar in debat kon gaan. Waarom hebben we dat zo georganiseerd? Omdat Nederland verdeeld is over de primeur en de opening van de Telegraaf vandaag. Scholieren moeten van het aanstaande kabinet Rutte 3 verplicht naar de nachtwacht. Ze moeten ook verplicht het Wilhelmus leren en een bezoek aan de Tweede Kamer brengen. Maar de kop is verplicht naar de nachtwacht. Scholieren moeten allemaal verplicht naar het Rijksmuseum. Het is een plan van D66 waarmee de andere onderhandelaars van het nieuwe kabinet hebben ingestemd. Tijdens de verkiezingscampagne stond ook het thema Nederlandse identiteit hoog op de politieke agenda. Dat algemene begrip wordt nu concreet ingevuld. Scholen moeten kinderen verplicht een dagje meenemen naar het Rijksmuseum in Amsterdam om meer te leren over de Nederlandse cultuur. Ja, dat is best wel leuk. Leer ook meer andere dingen van de geschiedenis. Eerder lekte al uit dat het aanstaande kabinet ook wil dat alle scholieren het Wilhelmus leren. Taco Dibbets, directeur van het Rijksmuseum. Een feestdag? Ja, ik vind het fantastisch. Ik denk dat het een feestdag voor de kunst is. Kunstonderwijs dat dreigt tussen wal en schip te vallen. En het is ongelooflijk dat je straks alle kinderen in Nederland, ja, die hebben recht op kunst en dat die naar het Rijksmuseum komen. Heb je gelobbyd? Met andere woorden, heb jij al langer het idee dit zou eigenlijk moeten en ik steek mijn licht op in Den Haag? Ik ga eens met wat mensen praten. Nou, ik heb in 2008 op het gala van de Bankgiro Loterij mocht ik een droom uitspreken. 9 jaar geleden? Dat is 9 jaar geleden en toen heb ik gezegd, ja, alle kinderen naar de nachtwacht.